Welkom bij weer een nieuwe video. Leuk dat je er weer bij bent. Vandaag geef ik een aantal dumbbelloefeningen voor de rug. De One Arm Dumbbell Row op een bankje. Voor deze oefening heb je een bankje of iets anders nodig waar je op kunt steunen. Zorg ervoor dat je je handen en voeten stevig neerzet in een driehoekvorm. Zorg er tegelijkertijd voor dat je hoofd in lijn is met je rug. Het is de bedoeling dat je de dumbbell naar je navel toetrekt en niet naar de borst. Wanneer je de dumbbell omhoog trekt wil je leiden met de elleboog. Je denkt dus aan, ik trek mijn elleboog naar het plafond, niet de dumbbell. Hierdoor zal je rugspieren sneller aanspannen en zal de dumbbell in een goede lijn omhoog gaan. Hier geef ik bij oefening 3 wat meer informatie over. En als laatste is de schouderpositie heel belangrijk. Maak je borst groot en trek je schouderbladen naar beneden en naar achteren. Alsof je ze in je kontzak wil stoppen. De dumbbell incline row. Voor deze oefening geldt hetzelfde als bij de vorige oefening. Trek je schouderbladen naar achter en naar beneden. Vervolgens ga je plat op het bankje liggen en leid je weer met de elleboog. Wanneer we het bankje horizontaal instellen, trainen we meer de onderkant van de lats. En wanneer we hem verticaal instellen, trainen we meer de bovenkant van onze lats. Ik wil nog wat kwijt over het leiden met de elleboog. Wat ik daarmee precies bedoel en daar wil ik een klein voorbeeldje bij geven. Stel je voor, we voeren dumbbell rows uit, de oefening die ik net voerde. Wat ik bedoel met leiden met de elleboog is dat ik eraan denk dat mijn hand in principe op mijn elleboog vast zou zitten. Dus ik denk continu aan mijn elleboog. Wanneer ik leid met de elleboog, dan zal ik automatisch mijn latissimus dorsi, mijn rugspier en mijn triceps veel meer aanspannen. De oefening en de beweging, mijn arm gaan naar achteren. Terwijl als ik de oefening met mijn hand zou uitvoeren, dan kijk wat er met mijn bicep gebeurt. Die spant aan. Dat is juist niet wat we willen. We willen de latissimus, de triceps aanspannen en de dumbbell naar achteren bewegen. Dus wanneer we meer richting een navel bewegen, zal onze latissimus en onze tricep veel meer werk verrichten als dan wanneer ik de dumbbell naar mijn borst zou trekken. En daarom zeg ik, leid met de elleboog. De seated rear flies. Voor deze oefening heb je iets nodig waar je op kunt zitten. Een bankje of een normale huiskamerstoel is prima. Wanneer je zit, buig je helemaal voorover, zodat je met je buik je knieën raakt. Vanaf deze positie maak je je borst groot, stop je je schouderbladen in je kontzak en vanaf daar beginnen we de oefening. Waar je op wilt letten is dat je de borst groot houdt. Wanneer je dit doet, zal je rug in een goede, neutrale positie blijven. Het tweede punt waar je op wilt letten is dat de schouderkoppen in een goede positie blijven. Dit gebeurt al automatisch wanneer je je borst groot maakt, maar ik kan nog wel een extra tipje meegeven en dat is houd de dumbbells achter slash net naast je benen. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat wanneer je de oefening uitvoert, de dumbbells de gehele tijd in deze positie blijven. De dumbbell shrug. Deze oefening is lekker makkelijk, maar er zijn wel wat aandachtspuntjes. Wat belangrijk is bij de shrug is dat je je schouders niet naar voren laat kantelen. Zeker niet wanneer de oefening zwaar begint te worden. Je wilt de schouderbladen tegen elkaar aanduwen en hier continu spanning ophouden. Wanneer de oefening zwaar begint te worden, zie je vaak twee fouten opkomen. Nummer 1 is dat mensen gaan rollen met hun schouders. Dit is verschrikkelijk slecht voor de schouderkoppen en moet je echt zien te voorkomen. En nummer 2 is dat ze hun biceps gaan gebruiken. Wil je nou nog meer dumbbell oefeningen zien? Neem eens een kijkje op mijn kanaal. Daar heb ik een aparte playlist gemaakt met allemaal dumbbell oefeningen. Zodat je zelf thuis met je eigen dumbbells kan gaan trainen. Bedankt en tot volgende week.